Okie dokie, daily challenge tijd. Laten we eens zien hoe, wat, waar, wanneer, wat. Ja, dat is de enige logische optie. En ik heb geen idee wat dit zou zijn. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik probeer me nou te herinneren. Of dit de vorige keer ook was in dit hoekje hier. Ik weet. Maar ik weet niet of dat hier was. Dat is een beetje hetgene waar ik mee zit. Nou is dat natuurlijk niet het belangrijkste, maar... plus dit kan natuurlijk... Het kan zo meteen in één keer iets compleet anders zijn, hè. Het zou eventueel Argentinië of... Argentinië of Chili kunnen zijn. Maar ik weet niet in hoeverre dat ze daar... dit soort... dingen doen. Ik denk het niet. Tot zover ik weet. Plus, als ik me goed kan herinneren, als dit er zo uitziet, met die teken erop, dan is het volgens mij ook Mongolië. Als ik me goed herinner. Nogmaals, er is geen enkele reden om te zeggen dat het niet zo zou zijn, maar... Wat ik zeg, ik kan me herinneren dat dat hier ergens was of zo, of hier. Of was dat... Ja, dit, wat ik zeg, dit ga ik of compleet goed hebben of helemaal fout. Dit is Gobi, hè. Ga ik het risico nemen? Weet je, de Gobi-woestijn is droog, de Gobi-woestijn is koud, de Gobi-woestijn is enorm. En weet je, ik ga hem gewoon eigenlijk tussenin zetten. Ik heb geen idee. Het. Ik heb oprecht gewoon geen idee. We zullen het zo zien. Moet ik me aan mijn originele ideeën houden of... We zullen het zien. We zullen het zo zien. Oh nee, nee. Ik had me absoluut niet aan mijn originele ideeën moeten houden. Holy shit. Oh my god, nee. Absoluut niet. Oh nee. Ik herken die palen, maar ik weet niet waarvan. Shh. Mag ik vloeken daarvoor? Shit. Dat is niet eens vloeken, dat is gewoon... Ah. Ik herken ze, maar ik kan ze gewoon even niet plaatsen. Ik. Is het Botswana? Ik moet echt meer zien dan wat ik heb nou. Want dit kan echt van alles zijn. Nee, het is niet Botswana, denk ik. Is het... Ik heb geen idee. Want Botswana was hetgene wat in mijn hoofd zat, maar dat...
is echt compleet ontsnapt. Zou het in Brazilië kunnen zijn misschien? Geel. Is het... Is dat geel? Ja toch? Is het Colombia? Of is het ergens in... Gaat het ergens in Azië zijn of zo? Oh god. Nee, ik ga even uit van... Ja, of Afrika. Ergens, maar dat denk ik bijna niet. Ik denk dat het... Oh, hallo. Oké. Hey, ik ben wel blij dat ik het goed had. Zult het daar even plaatsen? Oké, dus... Zwits, niet Indonesië. Gezien de dingen zou dit dan... Filipijnen zijn? Ik denk het wel. Want volgens mij was, hoe heet het, Indonesië had een zwarte nummerbord, denk ik. En al dat Engels en zo, dat roept gewoon Filipijnen, zeg maar. En wat ik zeg, de weg, die betonplaten, dat is echt heel typisch Filipijnen. Vraag alleen eens waar. Het probleem met name is dat... Ik ken een paar trucjes voor Indonesië en zo. Maar bij de Filipijnen, ik moet dat toch echt nog een keer dan gaan doorzoeken dan. Absoluut. Maar Filipijnen heb ik echt voorlopig nog niet echt een idee hoe ik dat goed moet zoeken. Ik weet dat het wel eens op de onderkant van dat soort borden staat. Ik denk het nog niet gezien te hebben, maar is dat straks echt naast? Zeker, ik sta er echt naast. Ik sta er echt naast. Ik wou dat er een meneer... Dat is er vast. Laat me daar duidelijk van zijn. Het is er vast. Maar ik wou dat er een snellere manier was. Dat ik kon zien welk eiland in ieder geval dit was. Maar ik zeg, het zal er vast wel zijn. Alleen, ja, ik ben een beetje kneuzig dus. Ja, kijk, dat bedoel ik dus. Ups. Ik denk dat dat al, ja... Ik kan het zeggen, dat leek me wel sterk dat dat genoeg ging zijn in combinatie met die net in... in dingen, hoe heet het, in... Colombia. Ja. Dat het genoeg ging zijn, zeg maar.
Ja. Op Dummelen. Dit kan echt. Dit is wel het probleem. Een beetje aan die Australische wildernis soms. Wildernis. Dat het soms niet echt heel duidelijk is. Dit is de Australische government zelf, hè? Dit is niet. Nee. Ik wou dat je kon zien daar. Maar nee. Zult ons niet te makkelijk maken. Ze moeten gewoon overal vertaan. Iedereen moet bordjes gaan plaatsen waar we precies zijn. Om iedere meter. Zelfs op de meest obscure plek. Nee. Ik volg gewoon mijn instinct. Ik gooi hem hier ergens weg. En dan maar hoop dat het Palmer minimum. Is er een. Ik zit ook aan deze te denken. Dat is een beetje het probleem. Ik zit te twijfelen tussen deze. Tussen Western Australia en eigenlijk Victoria. Nogmaals, dat is ook weer zoiets. Dan moet ik nog eens een keer gaan nakijken. Want ik durf te wedden dat mensen. De ervaren mensen, zeg maar. Dit zo weten. Ik had het gelukkig. Het was niet. Victoria, het was South Australia, maar. Het was in ieder geval niet in de buurt van Perth. Dus. Dat scheelt al heel veel. Ah. Als ik een beetje ingezoomd had, had ik hem wel kunnen vinden, eigenlijk. Maar goed. Het is wat het is. Daar gaan we niks aan veranderen. Oh shit, er is nog eentje. Ik dacht dat dat de laatste al was. Haha! Merkt jullie hoe ik al aan het afronden was? No! Damn it. Dit is Europa sowieso. Polen? Moet het zijn, denk ik, hè? Polen en ik weet niet wat die tweede is. Ik wil zeggen dat het LT is wat ik zie staan, maar. LT. Maar. Ik twijfel. Als Kostomo hier, 146. Welke was dit? Welke weg? Jezo Mostare. De grens is 207 kilometer verder weg. Dus. Anders heb ik stap tegen zitten. Misschien wordt het wegnummer E67. Bietstok. Bliep. Lialjestok. Oké. Hey, zo komen we er uiteindelijk wel. Deze wil ik vinden. S8. Deze S8 loopt hier naartoe.
Je zou denken dat het in ieder geval langs vrij dicht langs de kant van de weg ligt, toch? Daar. Oké. Dus we moeten ongeveer, dan zou het hier zijn. Dit zou kunnen kloppen. En ik zoek eigenlijk een weg waar het langs de kant van de weg loopt vanuit van die kant op. Dus dan is dat hier? Dat zou kunnen, denk ik. We zullen zien. Ik ben benieuwd of ik hem goed ge... Nee. Hey, het viel te proberen, hè? Nee, ik denk dat ik hem echt veel dichterop had gezet. Wat de hel? Ja, echt. Nee, dit... Nee, ik moet... In de... Ja. Nou, wel. Ja, wat ik zeg. Het was in de Filipijnen was het eigenlijk al gelijk mis. Ah, gelijk als de derde. Maar goed, in Australië had ik het uiteindelijk nog niet gered, hoor. Maar dat is ook helemaal niet erg. Fatsoenlijk scoren, daar gaat het om. Dat was in ieder geval voor deze keer. En morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.